Yo mensen, what up? Lars hier, ofzo, iProLars. En vandaag hebben we een nieuwe commentary met Beast Gameplay. Het is op de map Nuketown, want het was natuurlijk dubbel XP afgelopen weekend. En nou, ik was pas zaterdag thuis van vakantie. Maar ik heb toch nog even die dag even lekker gespeeld. En toch nog een beetje gameplay gehaald, 122 om 17. Het is met best wel veel deaths, maar ja, het is ook Nuketown. Dus ja, het maakt niet zo heel veel uit. En het is met de Beastkeeper. En ik speel hier ook met hele lage strikers. Dus Lightning Strike, AGR en Escort Drone. En ik haal maar volgens mij één of twee keer mijn Escort Drone. En oh mijn god, AGR is zo'n fucking beast. Scorestrik op Nuketown. Holy shit, ik had er iets van 30 kills mee of zo. En ik ging dat ding de hele tijd zelf versturen. En het was zo leuk om ermee te spelen. En ik heb me echt zo erg vermaakt met dat ding. Maar ja, met de Beastkeeper. En enorm veel kills met Escort Drone. En zometeen zien jullie hier een fucking triple feed met met de AGR. Volgens mij nu hier ergens. En die, oh mijn god, wat zijn die raketten sterk, zeg, van dat ding. Jesus Christ. Maar ja, 122 om 17. En ja, ik ben er best wel blij mee. En ik hoop dat jullie het leuk vinden om naar te kijken. Het is wel Demolition, dus een beetje spantrap gebeuren. Maar het is op zich wel grappig. Maar waar ik het vandaag met jullie over wil gaan hebben. Ik denk dat jullie er al heel veel commentaars van hebben gezien of gehoord. Maar dat is over de Nederlandse Call of Duty community, YouTube community dan. En nou, ik wil daar gewoon graag mijn mening over geven. En wat ik vind dat er is of nou, is gebeurd, zeg maar. En wat er natuurlijk verbeterd moet en gaat worden. Dus ja, nou, ik zal maar gewoon beginnen. Dus eerst hoe de community. Want nou, ik zit er natuurlijk niet enorm lang in. Maar wat ik als allereerste ervan vond, is dat de Nederlandse Call of Duty YouTube community. Het ging volgens mij nog gewoon redelijk goed. NW3 was niet zo heel erg veel aan de hand. En ja, een paar mensen speelden voor gameplay, maar er was niet echt jaloezie daarover. Of er werd niet zo heel veel gehad van ja, dit is spantreppen, bla bla, dit is dat. Daarom haten wij jou en daarom vinden wij die en die beter. Dat was er volgens mij nog niet zo over. Maar toen Black Ops 2, want ik zit pas echt een beetje in de community. Toen Black Ops 2 uitkwam. En wat ik daar zo gewoon heb gemerkt is dat er enorm veel jaloezie is. En dat is gewoon echt iets heel erg Nederlands. En iemand anders maar beter vinden of jezelf beter vinden. En nou ja, zoiets. Dus bijvoorbeeld, wat ik doe is, ik post een van de Nederlands hoogste gameplays. Gewoon 100 plussers en zo. En ik speel gewoon heel erg voor de gameplays. En ik probeer er natuurlijk een leuke commentary voor te geven. Maar wat er, ja, wat ik ook heel erg heb gemerkt, is dat er gewoon mensen, andere YouTubers en vooral de subscribers daarvan, dat die heel erg neerkijkend op jou zijn van ja, die is beter omdat hij meer skill in dat heeft en daardoor is hij beter dan jou. Maar dan denk ik echt van ja, maar ik heb gewoon, we zijn ongeveer qua skill level zijn we even goed en er zit gewoon niet enorm veel verschil in. Maar toch zijn er bepaalde dingen wat heel klein beetje verschil, bijvoorbeeld de skill level, hoe iemand speelt, meer Russian, meer tactisch, bla bla bla. Dan heb ik het nu over de gameplay hoor. Dat er gewoon door sommige subs en YouTubers daarop gewoon heel erg gehaald worden, zeg maar. En daardoor er gewoon niet echt goed uitkomen aan beide kanten. En ik vind dat gewoon heel erg jammer, want ik vind juist wat er gedaan moet worden in de Call of Duty community van de Nederlanders. Omdat wij gewoon nog zo onprofessioneel zijn en gewoon nog lang niet zo ver zijn als de Amerikaanse, vooral de Amerikaanse, Engelsen, die zijn ook al enorm professioneel en groot daarin. Alleen, ja, we hebben nog niet echt iemand die de allergrootste Call of Duty. Paul is nu de allergrootste, de King. En als je dat vergelijkt met de grootste van Amerika, weet ik veel, die hebben 1 miljoen subs of zo. En daar gaat het niet eens om de gameplay. En dus gewoon hartstikke leuke commentaries en zo. En ik vind ook dat Paul gewoon enorm leuke commentaries heeft. Ook al is hij niet de beste in Call of Duty. Maar weet je, ja, ik kijk ook enorm veel commentaires gewoon waar het op de gameplay gebaseerd is. En dan zouden mensen mij heel raar aankijken als ik naar de commentaires van Paul kijk. Maar ik vind de commentaires van Paul, ook al is hij niet goed in, enorm goed in Call of Duty, ik vind het alsnog enorm leuk om naar zijn commentaires te luisteren en zo. Dus
Ik geef hem daar gewoon groot respect voor hoeveel hij zijn best doet voor de community en de subs. En evenals voor andere mensen, die doen ook gewoon enorm hun best om het beter te maken in de Call of Duty community. En daar gewoon enorm veel plezier in hebben in wat ze doen. En ik vind dat je daar ook gewoon beloond voor moet worden met likes, met gewoon respect. Niet dat iemand helemaal afgekraakt moet worden als die gewoon iets zegt en daardoor, weet niet, dat hij gewoon helemaal afgemat wordt, zeg maar, door iemand anders zijn subs. Ik heb het ook gemerkt, ik heb ook gewoon haat over me heen gekregen door een paar subs van een andere YouTuber. En ja, weet je, dat is gewoon omdat mensen het elkaar gewoon niet gunnen. Dus ze zijn jaloers op andere mensen en ja, ze kunnen dat gewoon niet handelen of zo. En dat is gewoon heel erg naar een andere YouTuber toe. Want iedereen doet stinkende zijn best om gewoon zijn best te doen. Nou, iedereen doet gewoon zijn best om groot te worden in YouTube. En gewoon plezier te hebben in het YouTube zelf. Ik heb er ook gewoon enorm plezier in. Ook al ben ik nog niet eens zo goed. Ik heb bijna 800 subs, maar het boeit me niet eens zo heel veel dat ik nog lang niet zoveel subs heb als UGX Mysterious, als Paul of weet ik wel, Arjan. Het maakt me allemaal niet zoveel uit. Ik heb gewoon plezier in wat ik doe en het is zo erg motiverend als je daar gewoon een beetje respect van krijgt van andere mensen. Dat gewoon de subs van andere mensen ook gewoon zeggen van hey, je bent ook best wel goed en hey, ik kom van hem en ja, gewoon dat je elkaar een beetje respect toont voor wat iemand anders doet. Ik heb heel veel respect voor mensen die een enorm goede gameplay kunnen posten. Maar ook gewoon voor de mensen die een enorm goede commentaar kunnen maken en zo. Ik ben nou eenmaal niet de beste in de commentaires. Maar ik vind het, ik vind het gewoon leuk om de beste gameplays te posten. En daarover gewoon een leuke commentaar te maken, zeg maar. En ik word daar gewoon redelijk veel voor gerespecteerd, zeg maar, van dat ik die gameplays kan halen en zo. En ik vind dat ook gewoon naar andere mensen toe ook heel erg zo moet gaan. Dus wat ik vind dat er verbeterd moet worden in de YouTube, in de Call of Duty YouTube community, is dat mensen elkaar meer moeten respecteren voor wat ze doen. En wat ze gewoon willen met hun channel. Ze moeten niet iemand na gaan doen of iemand precies zo van hey, ik wil precies hem zijn. Want ja, je moet gewoon je eigen dingen hebben en gewoon blijven doen wat je wil. Als iemand iets over je zegt van ja, dit en dat en bla bla en zus en zo is allemaal niet goed. En daardoor moet je echt precies zoals hem worden. Nee, hou gewoon je eigen ding. Ik vind mijn ding is gewoon de goede gameplay. En daar blijf ik gewoon mee doorgaan. En ook al vinden sommige mensen dat niet leuk. Ja, dat is kut voor jullie. Maar ja, kut voor hun, zeg maar. Dus ik blijf gewoon mijn eigen ding doen. En ik hoop dat jullie daar ook een beetje respect voor hebben. En ik blijf gewoon respect hebben voor de mensen die hun ding doen met of goede gameplays halen of beide of een hele goede commentary. Je moet gewoon, ja, gewoon je ding blijven doen en elkaar respecteren. Dus en meer likes geven en leuke comments achter laten, zeg maar. Want dat gebeurt ook nog soms wel eens dat andere mensen van andere channels gewoon echt hele lelijke comments achterlaten en zo. En dat is gewoon toch een beetje demotiverend. Of je doet je enorm je best voor een misschien wel, dan heb jij het gevoel dat het je beste commentary met gameplay ooit is. En je krijgt er maar zo weinig likes voor. Gewoon, ja, dan heb je gewoon geen idee waardoor dat komt, zeg maar. En dat is gewoon enorm vervelend. Want dan zit je echt te zoeken naar wat mensen nou willen. En ik denk dat daar iedereen nog wel een beetje, iedereen, ik denk dat gewoon sommige mensen daar ook nog gewoon wel moeite mee hebben om gewoon de dingen te vinden waarom sommige commentaires en gameplays nou niet het meeste aantal like ratings krijgt en comments en zo. En ja, het is gewoon een beetje lastig in de community en ik vind dat het echt gewoon nog gewoon verbeterd moet worden en ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ik heb geluisterd naar de commentaires van Paul, van Erik, van Arjan en naar iedereen wat zij te zeggen hadden over de community. En ik denk dat het gewoon langzamerhand iets beter de goede of iets de betere kant op gaat. En ik ben daar heel erg blij mee zoals het nu gaat. En ik ben enorm dankbaar voor de mensen die mij geholpen hebben. En ik vind ook dat we elkaar nog meer moeten helpen. Ook al is het maar door een like, ook al is het maar door een leuke comment.
Ik ben enorm geholpen door Paul en ja, ik ben er enorm dankbaar voor. En ik denk dat iedereen dankbaar moet zijn voor wat ze hebben gekregen van een ander. En ook respect tonen voor ja, de rest, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten van deze commentaar. En bies de gameplay natuurlijk. En ja, morgen weer een 100 plusje. Ja. Zeg maar ja in de comments als je morgen een 100 plus wil zien. Ik zie jullie morgen weer. Adios.